En Sita Maya, sulaan ko umain Ayodhya. Voor de Surinamer die als identiteitsdrager alle cultuurgroepen oversteekt en integreert, is de aanwezigheid van de Surinamer dia wederom een getuigenis van de breeddenkende, plurale houding. De Surinamer die bewust is dat van al haar rijkdommen de culturele rijkdom de grootste is. En dat die rijkdom ligt bij haar mensen zelf, de cultuurdragers. We moeten en zullen moeten tappen uit onze bestaande culturele tradities en wijsheden die zo voor ons instrumenteel kunnen zijn voor het proces van natie-evolutie. Zo ook kunnen Diwali en de dia hiertoe bijdragen. Die dia dient klei, aardemateriaal, waar de dia van gemaakt is, die symboliseert het lichaam van de mens. Die ghi, brandstof, symboliseert de karma, de handelingen die die mens pleegt. De lont, de tijd, die voor elk mens beperkt is. Die vlam, symbool voor de ziel. Zolang wij nog in staat zijn te handelen als mens, tot de laatste handeling, laatste druppel ghi, zal de ziel nog bij het lichaam blijven. Het is onze plicht als mens die ziel in stand te houden, tenminste zolang de lont het nog toelaat, de tijd dus beschikbaar is, om zodoende de ziel in staat te stellen haar spirituele missie te volvoeren. Als we de grote Suriname die aan u vergelijken, het omhulsel staat symbool voor de belichaming van onze Surinaamse natie, onze gemeenschap. De ghi, de collectieve karma, de collectieve handelingen die wij plegen om die vlam, die ziel van onze natie in stand te houden. Elk individu wordt hierbij in staat gesteld zijn of haar bijdrage te leveren ten behoeve van het collectief en ten behoeve van onze collectieve missie als natie. Dan realiseren we ons al snel dat het tijd is dat we moeten afstappen van het concept van conflict en exclusiviteit en realiseren dat slechts een benadering middels eenheid en inclusiviteit van een ieder duurzaamheid, progressiviteit en welzijn kan garanderen voor onze jonge natie. Dit is de boodschap van de Suriname dia.